Ja, de theorie is dat de vogels in het hoge noorden dus het virus opgepikt hebben. En nu hier in de winter, tijdens de overwintering, het overgebracht zouden hebben aan de kippen. Dat is ook vastgesteld. En daar maakt men zich zorgen over. Waarom hebben die smieten daar geen last van en de kippen wel? Ja, dat weet men nog niet precies. Maar men denkt toch echt dat de wilde vogels hier op de plas en in de omgeving hier minder kwetsbaar zijn voor die variant. En dat de kippen, die dus in grote aantallen dicht op elkaar in productiebedrijven gefokt worden, daar veel kwetsbaarder voor zijn. Vogelgriep is tot nu toe niet hier in de omgeving van Amstelveen geconstateerd. Zou dat wel kunnen in de toekomst? Dat weet ik niet. In theorie wel, denk ik. Hoewel het wel zo is dat de vogelgriep nu, zoals jullie weten, alleen bij grote productiebedrijven is vastgesteld. Waar enorme aantallen kippen op een kleine ruimte zitten. Hier in de buurt zijn natuurlijk wel kippen bij hobbyhouders. Mensen die dat voor kleinschalig thuis doen. Het zou natuurlijk ook daar kunnen voorkomen. Mijn persoonlijke mening is dat de grote productiebedrijven met enorme aantallen op kleine ruimte kwetsbaarder zijn dan hobbykippen hier die wat meer in een natuurlijke setting leven. Ze zoeken vooral waterrijke gebieden op met veel graslanden in de omgeving. Want daar fourageren ze, daar eten ze het gras. En in de watergebieden rusten ze uit en brengen ze gewoon hun pauzes door, zeg maar. Dus ze zitten hier niet alleen op de Oudekerkerplas? Nee, in de Middenpolder in Amstelveen, in de Ronde Hoep, ook in wat bredere vaart en sloot in de polders komen ze ook voor. Maar de grote aantallen, tot 10.000 in het eind van de winter, komen vooral voor op de Oudekerkerplas. En als ik nu 5 kippen in mijn tuin heb, moet ik mij dan zorgen maken? Wat denkt u? Ja, ik weet daar niet exact het antwoord op. Ik zou denken, als die kippen gezond zijn en ook voorlopig binnen blijven, denk ik dat je je geen zorgen hoeft te maken. Het is zo dat de overheid bepaalt wanneer daar weer gewoon de gevaren voorbij zijn. Ik heb begrepen dat tot nu toe ook de kleine hobbykiphouder een ophokplicht heeft. Maar de vraag is hoe lang je dat vol kan houden en of dat ook echt zin heeft.